ja, het is echt een lifetime experience. En ik vind het ook echt zo gaaf dat we mee mogen doen. Nou, die deur die gaat open. Bibi speelt met Marcel de Jong, die ze nog van scouting van vroeger kent. Ja, toen was ik een keer bij Marcel en toen dacht ik van ja, maar jij bent ook heel creatief. En toen bleek hij ook nog met Lego te bouwen, wat ik eigenlijk niet echt wist. Het was een beetje een guilty pleasure. Die guilty pleasure kunnen ze nu helemaal uitleven. Ja, het is gelijk al wel een heftige opdracht. Maak een attractie voor een pretpark. Ja, dat moet ook nog bewegen, dus er moet ook nog wat technisch Lego in. Dus ja, dat is zeker een uitdaging en we hebben er 15 uur voor. Beetje blauw. Het Lego spelen is één van de vele creatieve hobby's van Bibi. En dat doet ze in een kamertje van 2 bij 3,5. Normaal ben ik gewoon ook heel druk in mijn hoofd en heb ik heel veel input altijd. En ja, als ik aan het Lego ben, dan word ik gewoon ja, zen. Ik word daar gewoon heel rustig van. Ik vind het ook eerlijk gezegd best wel raar. Maar het is aan de andere kant natuurlijk ook weer wel leuk dat ze meedoet aan zo'n groot programma. Nou, het is je moeder en het is een bekend tv-programma, ja. Meestal zie je niet je moeder op tv. Nee, en straks wordt ze ook herkend. Dan is ze een bekende voorhouder. Ja, dat is zeker ook nog iets wat gaat gebeuren. Dat zou ook raar zijn. De opnames zijn al geweest. Of Bibi en Marcel gaan winnen, blijft geheim. Ja, het is een wedstrijd, dus... De overwinning... Ja, dat gun je eigenlijk iedereen. Maar ja, jezelf toch altijd net even iets meer...